super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, ik heb heerlijk geslapen. Ik was wel een tikkeltje vroeg op, tenminste vergeleken met de rest. Heb al een vlog bewerkt, heb al een Minecraft video opgenomen, staat ook al in de render. Dus ik ben heerlijk begonnen vandaag. En nu ga ik iets heel erg tofs laten zien aan Bram. Bart die wil namelijk thee. Bart die heeft het al eerder gezien in de vlog, maar Bram nog niet. Dus ik heb hier een mok, een supercoole matte knolpower mok zoals jullie zien. Fucking vet in rood, mijn lievelingskleur. Eén van mijn lievelingskleuren, daarnaast is roze ook mijn lievelingskleur. Wat is jouw lievelingskleur? Heb ik niet. Heb je niet, bij deze rood? Bij deze rood. Ja. Dus dames en heren, en Bram, ja. Let goed op. Ta da ta da 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 da. Nou, een lekker kopje thee. Oeh. Oeh. Oh, oh. Even, hè? Oh. Hè? Nou, cool, hè? Ja, dat had ik echt niet verwacht. Nee? Nee. Super vet, toch? Ja, toch. Ja, en als je nog heel eventjes wacht, dan gaat die bovenste rand wordt ook helemaal wit. Okay. Ja, en nu heb je gewoon een mok en dat is gewoon de knolpower mok. Ja. Maar dan, ja. Dat is eigenlijk een soort camo edition gewoon. Ja. Ja. Is gewoon camouflage. Kijk, bijna helemaal klaar, nog heel even wachten. Bam. En dit hoorntje blijft wel rood. Kan ik lekker thee drinken? Ja, deze is voor jou, Bartje. Nou, smaakt het natuurlijk veel lekkerder. Kijk eens aan. Top, alsjeblieft. Are you ready to go, mate? Ready to go, man. ik had eerst een liefde vallen of zo, maar ik viel allemaal mee. Maar het is wc-papier, dus doe niet zoveel pijn, denk ik. Nee, joh. Nee, joh, geen probleem. Hij voelt niks. D, hebben we er zin in? Ja. Voordat we naar LCS gaan, willen de gasten allemaal heel erg graag loempia's hebben. Toch jongens? Ja. 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 Nou, dat bedoel ik. Dus kom mee, gaan we even loempia's halen hier binnen. Welkom. Ni hao. Pak ik je twee. Dankjewel. Doeg. Ja, dat is het voordeel van als je het zelf gaat ophalen hier, kan je dit gewoon lekker meenemen. Nu zit ik heel even te denken. Zouden die gasten in de auto ook graag zoiets willen hebben? Ja. 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 Dat dacht ik al, maar ja, jullie zijn niet meegegaan, sorry. Mama D deelt alles uit. Ja, dat is, als je shotgun hebt, dan moet je gewoon alles, alle taken op je nemen, dat is belangrijk. Oh, mini loempia's for life. Ja, dat klopt. En als je naar de Chinees gaat en je gaat vragen, mag ik mini loempia's? Dan zegt de meneer achter de balie waarschijnlijk, wil je loempia's met vlees of wil je vegetarische loempia's? Zeg dan vegetarische loempia's, want 9 van de 10 mensen vinden dat lekkerder. De laatste keer zei ik per ongeluk namelijk vlees loempia's, want ik dacht, ja, vlees lekker. Valt eigenlijk heel erg tegen. Vegetarische loempia's zijn de shit. Ga je met al die loempia's, ga je dat hele bakje saus leeghalen? Nee, dat gaat me niet lukken. Maar... Nou, hou dat dekseltje dan bij je. Maar iedereen heeft toch... Luister naar mama D! Oké. Anders dan ga je lopen! Ja, gebeurde nooit, maar dat zei mijn ouders wel altijd. Ja, herkent iedereen. Ja, totdat man toen een keer echt stil ging staan, dacht van, oh. Ja, mijn stiefvader die ging toen ook afremmen en toen... Ja. Ja. Gaat hij nou echt stoppen? Gaat hij het echt doen? Nee, doen ze niet. Ik zei nog zo tegen D, als je niet luistert, dan ga je eruit. Oh shit, ik kom niet bij de deur. Anders kon ik wegrijden. Wat ga je nou doen dan? Ik heb de saus even leeg gegooid. Voordat we weg zijn, zijn we echt al een half uur verder. Maar daarom gaan we ook altijd op tijd weg. Ja, dat is waar. We zijn goed op tijd. We willen de game niet missen. De wedstrijd begint om 5 uur. We hebben natuurlijk echt ziek lopen uitslapen, want ja, vannacht was het ongeveer 3:30 geworden. Maar dat mag ook wel een keertje. En nu moeten we nog ergens via hier naar binnen. En ik ben heel erg benieuwd hoe het is. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Hoppakee. Hi. Ik denk dat ik gewoon heel even een klein beetje wat moet uitleggen waarom we hier zijn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woe! Het is zo dat dit is dus Bram. En in League of Legends
gezeten uit Morsu en hij heeft voor verschillende teams gespeeld. Heel erg hoog niveau, heel erg goed team. En nu ben je nog steeds heel erg goed League aan het spelen. Ik doe mijn best. Oké, nou zo omschrijf ik het dan even. Bram die weet dus veel meer van League of Legends dan ik, ook al speel ik het al 5 jaar. Ik speel het voor de fun en hij speelt het echt meer competitive. Dus echt gewoon, hij gaat voor de winst en probeert ook hoog niveau te spelen. En G2 speelt hier tegen Origin. Ja, Game is 20, Origin inderdaad. Wel apart, want ik zit dan in de Challenger Series. En ja. Allebei deze teams zijn uit de Challenger Series gekomen en staan nu dus tegen elkaar in de LCS finale. En als je in de Challenger Series speelt, dan speel je niet voor zo'n publiek. Nee. Maar dan ben je zeg maar één stapje onder dit. Ja, een soort Super League is het te fijn met voetbal. Dus stel voor, als jij promoveert, dan kan je ook hier gewoon zitten te spelen. Ja, als je dan in de LCS finale komt, zou ik hier zitten. Fucking sick. En G2 tegen Origin, wat denk jij dat gaat gebeuren? Nou, wat ik denk dat gaat gebeuren is, Origin heeft op wereldkampioenschap gespeeld. Ja. Dus die zijn dit gewend, die weten hoe het is om met zoveel mensen om hem heen te spelen. En ik denk, Gamers 2 heeft alleen in de studio gezeten, daar zitten hoogstens 200-300 mensen. Ja, dat is een heel ander publiek dan dit. Daarom, dus ik denk echt dat ze die druk wel gaan voelen en dat ze de eerste game verliezen. Maar daarna denk ik dat ze het wel gaan oppakken. Dus ik denk dat het of 3-1 wordt voor Gamers 2 of 3-2. Oké, maar Gamers 2 gaat winnen. Gamers 2 gaat winnen. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we snel gaan, want het gaat nu helemaal los daar. Zo populair geworden. De hele dag. Man. Shoutout naar alle fans. Fans zijn super tof. Zo, Deetje. Ben je klaar? Ik sta altijd op jou te wachten omdat iedereen met jou op de foto wil. Zo, dames en heren. We lopen nu weer richting de auto toe. Ondertussen is het donker buiten. Maar heel eventjes over het evenement. Ik vond het fucking vet om het op deze manier mee te maken. En jullie? Zeker man, kippenvel. Ja toch? Kippenvel, ja. Echt super sick. Ik denk dat sowieso dat het extra sick moet geweest zijn voor Randy en voor Bram. Omdat hun ook allebei hoog niveau spelen. En ja, als jullie nog even doorknallen, dan de volgende stap is dit. Snap je? Ja, dat zou sick zijn. Ik zou zeggen, keep training. Zeker weten. En voor de geïnteresseerden, nu is het nog eventjes belangrijk en handig om te zeggen, wie heeft er gewonnen? Gamers 2.
gamers toe. 3-1. En Bram en ik waren voor hun, dus wij hebben eigenlijk praktisch ook. Ik ook. Ja, ik weet niet. Oh, in één keer iedereen is voor het winnende team, hè? Nee, oké, doe maar, ga maar, hè? Nee, ik wilde eigenlijk dat Origin zou winnen. Maar ja, helaas. Kan niet altijd winnen. Wat ga je dan doen als je thuis komt na zo'n epische avond vol met League of Legends? Juist, League of Legends spelen. Als je ergens motivatie van krijgt, dan is dat het wel. Maar ik denk dat het niet heel erg meer interessant is voor jullie. Jullie hebben wel genoeg League of Legends gehad. Vooral voor de mensen die het niet zo goed begrijpen, niet zo goed kunnen volgen. Mijn excuses daarvoor. Ik speel League of Legends nu ongeveer 5 jaar. En ik vind het super leuk om gewoon af en toe te spelen. En dat ik dit gewoon zoals vandaag kon meemaken, had ik niet verwacht. Dus dat vind ik echt super tof. Dus hopelijk gunnen jullie mij dat plezier. Anyways, morgen ben ik weer bij jullie met een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen als je het alsnog leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik vind het trouwens echt heel erg bizar dat nu ik over die 1 miljoen abonnees ben, gewoon nog steeds elke dag gemiddeld 1000 tot 1300 abonnees krijg. Waar komen jullie toch vandaan? Waar komen jullie toch vandaan? Ken je dat nummer? Ja, nou maak het dan maar af voor me, want verder ken ik hem niet. Anyways, zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace. Knol Power!